De Arianmoskee in Amsterdam-Noord ligt onder vuur. Bestuursleden worden volgens de Telegraaf in verband gebracht met radicalisering. Ook staat er dat de voorzitter afgetapt wordt en een tweede bestuurslid lid geweest zou zijn van de terroristische Hofstadgroep rond Mohammed B. De Telegraaf zegt dit alles op basis van geheime stukken. De voorzitter van de moskee laat aan AT5 weten zich overvallen te voelen door de publicatie in de Telegraaf. Volgens hem klopt het artikel niet en hij neemt dan ook afstand. Ja, Hero Brinkman, u zit hier aan tafel. U deed als inspecteur voor de Amsterdamse politie onderzoek naar deze Arian moskee in Amsterdam-Noord. Naar aanleiding van wat eigenlijk? Ja, zoals u in het artikel heeft kunnen lezen, staat dat volgens mij in van Sylvain Schoonhoven. Die heeft een heel onderzoek gedaan van de Telegraaf. Ik moet zeggen, ik kreeg deze avond tot twee keer toe een verrassend, of ook weer niet zo'n verrassend telefoontje. Wacht even, deze avond over deze avond? Deze avond, ja. En die was van mijn politiebaas. En die liet mij duidelijk te verstaan gegeven dat ik natuurlijk hier zit, en dat wist ik ook wel, als dat u hier mens. Zat. Ja, dat ik hier zit, dat weet ik sowieso wel. Maar dat ik hier zit als mens en als mens. Politicus en niet als politieman. En dat natuurlijk betekent in dit geval dat ik, en dat is überhaupt dat geldt voor alle politiemensen, dat ze natuurlijk in het openbaar geen uitlatingen doen over of gaande of lopende onderzoeken. Dus de vragen die u nu stelt, die stelt u nu, terwijl u eigenlijk het antwoord al weet, want het staat volgens mij in de Telegraaf. Ja, en dat komt in de Telegraaf omdat u het daar naartoe gestuurd heeft, toch? Nee, dat hoort u van mij niet zeggen. Nee, maar dat zei ik. Maar even voor de helderheid. Daar waar het vandaan komt, komt het vandaan. Ik vind dat Sylvain Schoonhoven is een goede journalist. Die heeft bronbescherming. Bronbescherming in de democratie vind ik buitengewoon belangrijk. Ja, het is en die bronbescherming, dat zou u als journalist ook moeten weten, die respecteer ik ook. Ja. Dus, maar praat nou niet de hele tijd omheen. U hoeft de bronbescherming natuurlijk niet te respecteren als u de bron bent. Nee, maar nogmaals, ik hoef daar toch niet op te antwoorden. Ik ben de bron niet. Laat dat heel erg helder zijn. Dat ontkent u? Ik ben de bron niet. Ja. Volgens mij is dat een ontkenning. Ja? Van, ik check het niet even. Nee. En dat betekent dus dat als u mij dingen vraagt en ik u aangeef dat ik daar inhoudelijk niet op in kan gaan, omdat ik hier als mens en als politicus zit. Als mens? Ja, als mens, ja. Ja. Volgens mij gaan we straks ook over het geluk van de mens hebben. Dus dat is op zich niet zo raar, dat onderwerp. Nogmaals, ik heb duidelijk een grens over praten over onderzoeken wat betreft de politie. Maar ik begrijp wel dat u dat wil, want u weet natuurlijk ook heel goed dat politiemensen niet over lopende onderzoeken mogen praten als ze niet van een afdeling communicatie zijn. Dus, en u weet ook, als u heeft de kranten gelezen, u weet ook dat Schoonhoven heeft aangegeven eerder dat ik disciplinair gestraft ben. Ja, kijk, ik begin al meteen te vallen. Ja, de boel stort in. Dat ik disciplinair gestraft ben. En dat betekent dat als ik nog maar één keer iets doe, dat gewoon een ontslag op mij boven het hoofd hangt. Ja. Dat weet u. Onvoorwaardelijk ontslag. Ja. Onvoorwaardelijk ontslag. Ja. Dat is ook de reden waarom u als mens, overigens, met uw advocaat hier zit. Nou ja, mijn advocaat die behoedt mij voor een slip of de tong. Daarvoor zit hij hier naast mij. Die kent mij een beetje. Ja. U ook. En daarom wilt u me ook graag hier aan tafel hebben. Dat begrijp ik. Maar ik begrijp even voor de helderheid. Uw advocaat zit hier om te zorgen dat u niet zegt, dat u niet de waarheid vertelt. Mijn advocaat die behoedt mij ervoor dat ik een andere rol ga aanmeten dan die ik nu aanmeet. Namelijk of als politicus of als mens. Ja. Maar niet als politieman. Daar, misschien zal ik het Nee, toelichten. Ik vind het eigenlijk leuk als u met Hero. Als er nou een hij kan het heel goed, hoor. Komt, dat kan ook zo zijn, maar ik wil toch even met u doorgaan. Jammer. Want, er zullen heel veel kijkers zullen het ook jammer vinden dat ik met u doorga. Maar het is wel heel zo. We doen het toch. Het gaat namelijk over een verhaal en dat verhaal nemen wij serieus. Als u zegt dat verhaal moet je ook niet serieus nemen, dan moeten we gewoon stoppen met het gesprek. Dit verhaal wat hierin staat. Daarin wordt u genoemd als een van de politiemensen die dit onderzoek heeft gedaan. Dat gaat over extremisme in een moskee in Amsterdam-Noord. Waarin verbindingen worden gelegd tussen bestuursleden en mensen die bij de Hofstadgroep zitten. Namelijk dat het een en dezelfde zou zijn. En er zijn ook mensen die contact hebben met mensen die naar Syrië zijn afgereisd. En die verhalen die u heeft gelezen, komen die overeen met de onderzoeken die u als politieman heeft gedaan? Ja, nogmaals, dat is informatie die ik u dus niet kan geven. Dat heb ik u net uitgelegd. Ik heb tot twee keer toen mijn baas aan de lijn gehad. Kijk, ik wil het met alle plezier. Nee. Meneer Pauw, ik wil het met alle plezier beantwoorden. Nou, doe het dan. Als u een goede baan voor mij heeft, dan doe ik dat. Dus u zegt, omdat ik anders mijn baan... Want morgen ben ik dan namelijk mijn baan kwijt, begrijpt u? En volgens mij wil u uw baan ook niet kwijt, ik dus ook niet. Dus ik kan die vragen niet beantwoorden. Ja. Maar ik kan u wel even iets aangeven. Wij hebben vorige week woensdag, hebben wij intern binnen de politie een beroep- en bezwaarcommissie gehad, waarin ik mijn grieven heb geuit,
mijn gronden heb geuit op een grond waarvan ik denk dat ik tegen het besluit moet ingaan van de korpsleiding. Dat is een besloten zitting geweest waar alleen mijn advocaat en ik bij aanwezig mochten zijn en nog een batterij andere mensen. Maar op het moment dat het besluit blijft gehandhaafd, wat ik me overigens niet kan voorstellen, want een deel van het besluit is al teruggenomen en dat andere deel dat wil ik ook teruggenomen hebben. Want een van de delen was namelijk ook degradatie. Ja. En die is 2 maanden geleden al teruggenomen. Ja, u maakt een deel uit van een gezelschap dat, dat een dame tot een bekentenis heeft gebracht die niet de juiste was. Precies. En, en op grond daarvan zou men mij degraderen. Dat heeft men uiteindelijk teruggenomen. Dat is per 1 september is dat teruggenomen, of 1 november. Maar waar het even om gaat is, dit is een besloten zitting geweest. Ja. Op het moment dat het besluit blijft gehandhaafd, dan ga ik naar de rechter met mijn advocaat en dan wordt het een openbare zitting. En dan zal al die informatie waar u zo heel graag nu op dit moment van mij uit mijn mond wil weten of dat waar of niet waar is, zal gewoon bij de rechter in het openbaar komen. En dan kom ik hier met alle plezier weer terug, want dan is het toch al openbaar, is het al door mij gezegd. Okay, en hoeft u die vragen niet meer te stellen. Ik ga praten met Wissam Virani. U bent oprichter van het platform Islamic Empowerment. Wat is dat eigenlijk? Het is namelijk een organisatie dat zich inzet om vooral moslimjongeren te inspireren en te motiveren om het maximaal uit zichzelf te halen. Door middel van seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten. Ik wil met u praten over dit verhaal, over extremisme in een moskee in Amsterdam-Noord. Kent u die moskee? Ik ben wel 2 keer geweest. Ja? Wat is het voor moskee? Nou, in principe is het gewoon een moskee waarbij je gewoon goed opgevangen wordt. En zolang je dingen doet, zal dat geen probleem zijn. Ja, maar toch is het zo dat een van die bestuursleden gelinkt wordt kennelijk aan de Hofstadgroep. Daar maakte die deel van uit. Mm. De Hofstadgroep is de groep waar ook Mohammed B. deel van uitmaakte. De moordenaar van Theo van Gogh. Het lijkt me niet dat een pluspuntje is op je curriculum vitae. Ja, maar luister, niet om te beginnen. We moeten eerst onderscheid maken tussen islam en moslims. Niet alles wat de islam ons aandraagt, zie je terug bij de moslims. Niet alles wat een moslim doet, is volgens de islam. Dat is juist het grootste probleem. Dus als een zo'n geval plaatsvindt in een moskee, wil niet zeggen dat de moskee ook verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Dus laten we ook niet iedereen over één kam scheren. Nee, dus allereerst, zo'n jonge man kan radicaal zijn, weet ik niet. Is ook niet controleerbaar. Ik heb hem ook niet gezien, niet gesproken. Dus ik kan ook geen oordeel over hebben. Maar wat wij niet kunnen ontkennen is namelijk, er lopen wel een aantal jongeren rond waarvan ik zeg, wow, daar moet je wel op letten. Hoeveel jongeren zijn dat? Volgens Martijn de Koning zijn dat ongeveer een stuk of 30, 35 in Amsterdam. In Amsterdam? Ja, dat was vanuit onderzoek van 2014, 2015. Ja. En wat zijn dat dan voor jongens? Die wel met een bepaalde gedachtegoed rondlopen in Amsterdam. Sorry? Die wel een bepaalde gedachtegoed hebben, jihadisme vooral. Ja, maar gewelddadig zijn. Die eventueel wel bereid zijn om actie te ondernemen. Mag ik een vraag stellen? Als mens? Als mens, ja. En als politicus, maar ook als mens. Ja. En die jongeren, zijn die richting het salafisme? Of is het jihadisme voor jou dan op dat moment een algemene beeldspraak? Wat verstaan we onder salafisme? Is ook dat vraag. Het salafisme is het conservatieve deel zit tussen het wahhabisme en het soenisme in. En dat deel, dat is politiek of niet politiek gelieerd. Mm-hmm. En kan uiteindelijk ook de jihad aanhangen. Mm-hmm. Namelijk de gewelddadige strijd voor de islam. Mm-hmm. En daar komen meestal uiteindelijk de terreurjongens vandaan. En mijn vraag is dus, als u het heeft over die 30 mensen... Mm-hmm. Zijn dat ook mensen die dan uiteindelijk naar zo'n salafistische moskee toe gaan? Dat kan ik niet, weet ik niet. Dus u weet het. Je kan wel radicaal zijn. Ja. Daar is niks mis mee eigenlijk, zolang je binnen de grenzen van het land blijft. Zolang je binnen de grenzen van de wet blijft, is het... Maar het jihadisme, wat ik begreep heb uit de boek... Hij kon er geen antwoord op geven. Ja, maar ga nou niet. Ik kan die jongen niet zomaar in een hokje plaatsen van je bent salafist, je bent jihadist. Of je bent gewoon iemand die gewoon zich bezighoudt met kennis. Want je hebt ook salafisten die eigenlijk zeggen. Maar wat is het gevaar? Ik hou me bezig, momentje. Wat is het gevaar van die jongeren? Momentje. Je hebt ook salafisten die namelijk het volgende zeggen: wij houden ons bezig met kennis, puur kennis. Ja. En dat ga ik gewoon uitvoeren. Stel voor een baard en et cetera, et cetera. Daar is niks mis mee. Nee. En je hebt ook salafisten waarvan je zegt: ze zijn echt politiek actief. Precies. Daar is ook niks mis mee. Dat mag. Nee. Derde stroming is namelijk jihadisme. En daar is wel iets mis. Precies wat ik zeg. En dat soort jongen heb je wel, kunnen we niet ontkennen. En hoeveel dat is die groep die u net noemde? Volgens een onderzoek zijn dat ongeveer 30, 35. En wie bereikt die mensen? Wie ze bereikt? Ja. Wie zijn er moskeeën die deze jongens kunnen bereiken? Of mannen? Nee, meestal zijn het echt jongeren die echt tussen wal en schip vallen. Ze worden niet in de moskee goed opgevangen. Wat ze ook zelf hun eigen moskee gaan oprichten. In Amsterdam heb je ook 2 moskeeën tegenover elkaar, omdat ze gewoon niet met elkaar eens zijn. Ja. Dus als jongeren uit de moskee worden gezet, dan gaan ze hun eigen moskee oprichten. Alleen je weet niet wie het zijn, wie is het bestuur. Dat zijn gewoon dingen die wij niet kunnen ontkennen. Ze zijn er wel.
Ja, en dat kan een gevaar voor de samenleving zijn. Zeker. Ja. Als je geen oog op hebt, zal dat zeker gebeuren. Ja. Ja. En hoe komt het dat er dan binnen zo'n gemeenschap kennelijk ook niet mensen zijn die denken, daar moeten we wel een oog op hebben? Binnen de islamitische gemeenschap zelf, bedoel je? Nou, meestal zijn het echt jongeren waarvan je zegt, die zelf eigenlijk op zoek zijn naar eigen identiteit. Van oké, ze missen wel heel veel dingen. En ik zeg ook altijd, jongeren hebben namelijk de 3 G's nodig. En wat zijn de 3 G's? Ze willen, zoals iedereen die hier zit, iedereen wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Ja. Zolang wij onze jongeren 3 G's niet kunnen aanbieden, dan gaan ze zelf op zoek naar de 3 G's. Bij een ronselaar onder andere. En wat we ook merken is dat de meeste jongeren eigenlijk te weinig kennis hebben over het geloof. Dus door middel van knip- en plakmethode kan ik u heel makkelijk naar Syrië brengen. Want in de Koran staat namelijk, maak ze af. Oké, we gaan al die ongeloven afmaken. Maar als je verder leest, als zij vrede willen sluiten, dan dien je ook vrede te sluiten. En door middel van knip- en plakmethode worden onze jongeren eigenlijk misbruikt. Ja, maar dat kennelijk kan dat ook omdat moskeeën met de daarbij behorende imams niet misschien de juiste taal spreken. Ik bedoel dat niet eens per se heel letterlijk, maar in ieder geval niet de juiste taal spreken om die jongeren te bereiken en te inspireren. Klopt, dat kan ik niet ontkennen. Ik bedoel, als een imam tijdens een vrijdagpreek zijn preek in het Arabisch houdt. Ja. En onze jongeren, vooral nu, zijn de Arabische taal niet machtig. Wat gebeurt er dan met zo'n jongeren tijdens een preek? Dan valt hij in slaap. Ja. Dus dan merk je gewoon, er is gewoon een grote kloof tussen onze huidige jongeren, moslimjongeren nu, en de eerste generatie. Ik bedoel, als wij naar de moskeeën kijken. Een generatiekloof heeft u dan ook? Een generatiekloof. Ik bedoel, als we naar de moskeeën kijken, vooral moskeebestuur, de eerste generatie, met alle respect onze opa's, et cetera, hebben al hun geld, hun gezondheid, et cetera, ingezet om moskeeën te bouwen. Maar wie heeft nu de macht? Onze ouderen, onze eerste generatie. Maar nu, wat je wel merkt, is dat de huidige generatie, onze moslimjongeren, zeggen ook, wij willen ook iets te zeggen hebben binnen de moskee. Ja. En meestal is dat wel een probleem. Nou hebben we een beeld, het is niet heel erg aangenaam, van een wat oudere man, ik geloof een imam, die wordt aangevallen door een gebedsprediker, door een jongere man. Hier uit Amsterdam, een moskee. Ik moet even kijken welke dat is. Ja, de Al-Uma moskee. Zullen we heel even kijken? Het is dit. Is dit een strijd tussen generaties wat we hier zien? Nee, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik kan wel dat de oudere man iets heeft gezegd, maar alsnog. Het kan, ja. Het kan. Als twee imams zijn, wat ik heb begrepen, het zijn twee imams. Ja. Of? Ik heb begrepen dat het een broer van een imam is. Ja, de ene is een gebeds, de ene is een imam en de andere is een gebeds. Het is een conciërge van de moskee. Ja. Nou, het kan wel zijn dat er misschien eventueel familieproblemen zijn, of weet ik wel. Dat iemand, Hoe komt het eigenlijk dat het toch op de een of andere manier zo ontzettend vaak misgaat? Met wie? Nou, met moslimjongeren, met moskeeën die haatpredikers uitnodigen. En dan als dat in de krant komt, zich schielijk terugtrekken en zeggen, oh, we hebben ons vergist of dat wisten we niet. Het lijkt me alsof er of geen regie is of dat het gewoon kwaadwillig ellende verspreiden is. Nou, ik kan nogmaals niet ontkennen, er is heel veel mis binnen de tussenhaakjes islamitische gemeenschap. Ja. Je merkt ook, er is geen organisatie. Er zijn ook te weinig rolmodellen. Er zijn wel rolmodellen, maar ze zijn niet actief om wat meer van zich te laten horen. En je merkt ook, vooral nu in moskeeën, er is wel heel boel mis. Je weet niet wie in het bestuur zit, wat ze allemaal doen, wat allemaal achter de schermen gebeurt. Ja. Ik bedoel, we kunnen niet ontkennen, er worden heel veel benefiets georganiseerd met allerlei geld, et cetera. Ja. Alleen ik vraag me af, wat gebeurt er eigenlijk met al dat geld? Maar dat zijn ook vaak onze partijen. Dat weet ik niet, kan best. En ik vraag me ook af, ik ben zelf tegen, dat is mijn persoonlijke mening, er zullen heel veel mensen zijn die tegen me zijn. Maar ik zeg altijd van, ga alsjeblieft investeren in jongeren in plaats van stenen en gebouwen en moskeeën. Ja. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld 10.000 euro kan inzamelen, ga alsjeblieft dan investeren in jongeren. Kennis laten overdragen. Hoeft niet per se islamitische kennis te zijn. Ja. Maar geef ze ook juist de juiste tools om zich juist ook in Nederland als Nederlander te voelen. Ja. Wie zou daar... Kijk, je kan zeggen, Paul, jij hebt een katholieke achtergrond. Ik kan me nog herinneren dat jij in de televisie keek en ik naast jou stond en dat je toch onder de indruk was van de paus toen er een nieuwe paus kwam. Ja, Vaticaan sowieso. Zo'n man kan voor iets staan en kan een soort leiding en een regie geven aan een godsdienst. Dat heb je natuurlijk eigenlijk in de islam helemaal niet. Mensen die gewoon zeggen, dit is de kant die we opgaan. Niet echt iemand die alle touwtjes in handen heeft. Ik bedoel, En omdat die regie er helemaal niet is, ontstaat misschien ook deze wanorde over. Kan iedereen zijn eigen gang gaan? Ja. Nou ja, je hebt wel predikers die dat soort knip- en plakwerk verrichten om die jongeren aan te spreken. Ja. En die zijn op het net natuurlijk heel populair. Ja. En het is ook heel gevaarlijk, en heel veel burgemeesters zien dat ook in Nederland op dit moment. Het is ook heel gevaarlijk om die predikers hier een toegang te verlenen. Alleen ik vraag me wel af, hoe heeft het zo ver kunnen komen dat al die ronselaars onze jongeren trekken in plaats van iemand anders? Okay, maar dan een concrete vraag. Maar geef eens aan dan. Maar dan een concrete vraag.
omdat ze hun taal niet spreken. Omdat ze hun taal niet spreken, te weinig kennis. Nee, maar, onze jongeren hebben te weinig kennis. Wie nodigen die mensen uit? Kijk, laten we zeggen, er worden ronselaars komen hier naartoe en die krijgen de kans om dat te doen. Er komen ook imams hier naartoe, die krijgen de kans om te preken. En dat leidt alleen maar tot ophef als ergens een wakkere journalist zegt van... kijk eens even wat deze imam eerder heeft gezegd. En er zijn ook imams die eigenlijk al hun woorden terugnemen. Dat wordt niet gezegd. Ik bedoel, niet iedereen is zeg maar 100% goed. Ik bedoel, ik kan ook over een paar jaar zeggen... ik heb er echt spijt van dat ik bij Pauw heb gezeten... omdat ik naar andere dingen anders ben gaan kijken. Ja. Dus dat heeft allemaal te maken met ervaring. Dus ik bedoel, als een imam hier naartoe komt... zijn taak is namelijk om jongeren aan te spreken op hun gedrag... om ze gewoon het gevoel te geven van... oké, jongens, jullie horen erbij, probeer het maximaal eruit te halen. Ook innerlijk. Ik bedoel, we hebben ons lichaam heeft alles gekregen. En dan is de vraag, hoe heeft het zover kunnen komen... dat onze jongeren alleen maar depressiever worden? Alleen maar zieker worden? Ze zijn hun innerlijke vergeten. Ja. Dus het innerlijk moet ook zeg maar, iets krijgen. Dat krijg je allemaal door met van het geloof. En daar is niks mis mee. Maar heeft het ook... Ja, dat ook zien, balans zien te krijgen tussen... dit wereldse en het hiernamaals, daar is niks mis mee. Maar zit er onze niet gewoon... jongeren missen dat eigenlijk. Onze jongeren houden zich nu allemaal bezig met geld, doekoe, waggies, chickies. Dat gebeurt er allemaal, kunnen wij niet ontkennen. Toch of niet? Nou, ik geloof eerlijk gezegd dat... Ik zou dat eerder als een geruststelling vinden als je een beetje bezig bent... Als zij gewoon het verkeerde pad kiezen. Ik denk dat je beter met de meisjes bezig kan zijn dan met het gif van de godsdienst. Daar is niks mee met het gif van de godsdienst. Heb je toevallig een exemplar gezien gisteravond? Gisteren over de Deense... In Denemarken waren dus undercover, een zogenaamd moslimman en een zogenaamd moslimvrouw. En die gingen undercover met een camera, verborgen in de mouw van die vrouw, gingen ze naar binnen. En dan weet je niet wat je hoort, wat die bestuurders van die moskeeën allemaal zeggen, hoor. Dat je vrouwen mag slaan en dat je kinderen worden... Ja, op de weken delen, hè? En nogmaals, daarom zeg ik ook van altijd mensen... Alsjeblieft, maak onderscheid tussen islam en moslims. Dus ga nou niet islam zomaar zwart maken door mijn gedrag of door iemand anders gedrag. Dat doe ik niet. Ik zeg alleen wat er in die moskeeën gebeurt. Dat gebeurt ook binnen de christelijke gemeenschap, binnen de Joodse gemeenschap. Ik bedoel, wat is er mis mee? Ik bedoel, een Jood die geeft ook geen hand. Was er daar niks mis mee? Daar heb ik het niet over. Ik heb het over wat de bestuurders, wat mij omgaat is... de bestuurders van die moskeeën zeiden... omdat ze dachten dat ze onbespied waren. En op het moment dus dat je zag wat er gebeurde, dat was echt schokkend. Ik denk dat als in Nederland dat zou gebeuren... Dat hebben we in Nederland toch dat gebeurt ook. Het gebeurt overal. Kan je niet ontkennen. Dat gebeurt alleen maar. Alleen het probleem is, er wordt alleen maar gefocust op de islamitische gemeenschap. Dat is juist het probleem. Tuurlijk. De media zelfs meet gewoon met twee maten. Als een moslim iets flikt, dan is het gelijk islam. Als een niet-moslim iets flikt, dan is het een psychopaat. Maar en daardoor, dat zijn allemaal dingen die onze jongeren frustreren. Ja, maar luister. Dus wij hebben het nu wel over radicalisme, over extremisme. Ja? Alleen het grootste probleem is namelijk... Je gaat steeds harder praten. Ja, het klopt. Frustratie. Ja, maar kijk, als er misbruik plaatsvindt in de katholieke kerk... Wordt het als je als moslim in de naam van je godsdienst... We zijn nu een probleem aan het analyseren. Maar als je als moslim de naam... Laten we ook kijken naar de naam van je geloof die dingen doet... dan is het toch logisch dat je daar ook op wordt aangesproken? Ja, logisch natuurlijk. Dat gebeurt ook. En dat gebeurt natuurlijk. En de vraag die ik probeerde op verschillende manieren te vragen is... wie doet daar wat aan binnen zo'n gemeenschap? Ja, dat wilde ik eigenlijk van vragen. Die 30 jihadiën. Weinig mensen. Er is nauwelijks iemand waarvan je denkt... oké, sta op en doe iets. Daarom heb ik wel islamic empowerment. Door middel van islamic empowerment probeer ik juist mensen actiever... laten worden van oké, sta nou op, je hoort erbij. Ja. Ga bijvoorbeeld iets simpels, hè? Als ouders zijnde, waar blijft die verantwoordelijkheid omtrent je opvoeding? Wat wij nu eigenlijk doen is eigenlijk kinderen voeden in plaats van opvoeden. Mm-hmm. Kinderen krijgen is heel makkelijk, kan iedereen. Okay. Ja? Alleen kinderen opvoeden, dat is iets dat wij heel erg missen. Ja. En daar probeer ik ook de islamitische gemeenschap zelf daarop aan te spreken. Nog één vraag. En ook onze jongeren. Eén laatste vraag. Je zegt er is een tiental of twintigtal of dertigtal loslopende jongens niet mijn woorden, maar in Amsterdam. Je citeert dan Martijn de Koning, Arabist. Ja. Die gevaarlijk zijn. Wie houdt die jongens in de gaten? Geen idee. Ik zal de juist zeer op prijs stellen als AIVD dat doet. Of, stel dat we een politieman aan tafel hadden, dan hadden we het aan de politie kunnen gaan maken. Maar ik wil ook niet dat mensen mijn geloof zwart gaan maken. Ja. Ik wil ook niet het gaat niet om geloof, het gaat om die jihadi. Stel nou dat jij... te maken met geloof. Het ook de naam van we laten het geloof nu even zitten, maar jij kent die 30 jihadi. Wat doe je er dan mee? Je kent er misschien 10. Bij naam. Je weet waar ze wonen, je weet naar welke moskee ze gaan. Wat doe jij er dan concreet mee? Wat iedere mens doet? Ik heb jouw site gelezen, je hebt een hele goede sticht. Wat doe je ermee? Met de drie... Hou de vraag even kort, want ik moet door. Wat doe je ermee? Wat iedere mens doet. Wat dan? Gewoon daarop aanspreken en aangeven eventueel als het moet. Heb je ook mensen aangegeven bij de politie? Nee, omdat ik ze niet persoonlijk ken. Omdat je ze niet kent, maar je weet wel wie het zijn.
Niet per naam, nee, vanuit onderzoek. Martijn zegt, er lopen ongeveer 30 à 35 mensen in Amsterdam. Ik ken ze niet allemaal. Ik vind geen geruststelling. Nee, ik ga praten met... Nou, omdat ik denk, als er mensen zijn die kennelijk met een zekere autoriteit zeggen... er lopen 10, 20 of 30 mensen die gevaarlijk zijn in Amsterdam rond... Ja. Die jihadistische neigingen hebben, dan zou ik het liever hebben... Maar daar is ook de vraag dat van, die mensen worden opgepakt. Zijn het nou echt radicaal of niet? Hè? Ja. Ik bedoel, het is net gewoon oké. Welke... Ja, als je het over jihadisme gaat hebben... Patty, we gaan praten over de verhalenvrouw. Ja. Ja, wat zoek je? Nou ja, wat er allemaal gebeurt in naam van... God, ik noem God zelf Gerrit. Dat is een hele opluchting. Want ik vind dat er zo ongelooflijk veel gebeurt in de naam van Gerrit. In de naam van God. En ik hoorde jou net, dat wil ik toch even zeggen... heb ik dat nou goed gehoord? Dat jij net zei dat op de pagina 1 staat dan... maak ze af of maak ze dood. En dan op de volgende pagina staat dan... Ja, volgende vers. Knip en plak, maar het staat er wel. Ja, maar het staat het ook staat in de Bijbel. Er wel. Dat staat ook in de Bijbel, in de Torah, dat staat ook. Ja, dat kan je niet ontkennen. Maar dat is toch... Ik kan zomaar ik kan tientallen versen uit Torah halen en uit de Bijbel halen... waarin staat, maak andere mensen anders. Dat gaan we niet uitkomen. Genoeg, dus genoeg erover. We weten allemaal wel, als je een beetje verdiept... dat die boeken zijn verschrikkelijk en die roepen altijd op tot geweld. Het zijn gewoon een narigheid. Gerrit, we schaffen het woord God af. Goed.